Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée is minister Lekram Soerdjan van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer ingegaan op vragen van leden van het parlement over zaken zijn ministerie rakende. U hoort de minister. Met betrekking tot de uitgifte van bouwkavels aan behoeftigen, u heeft aangehaald de koppels die zeg maar of die in de 40 zitten, 40 plus, en in principe niet in aanmerking of makkelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor een hypotheek, om die groep ook mee te nemen. We gaan inderdaad kijken naar alle groepen die een noodzaak hebben en zoveel als mogelijk proberen de achterstand daarin te lopen. In principe zijn de vragen die hier gesteld zijn en de opmerkingen gemaakt tijdens de interrupties hebben veelal te maken met de performance van het ministerie. Hoeveel grondbeschikkingen hebben we uitgegeven? Kunnen we uitgeven? Maar tegelijkertijd waarbij je dubbele uitgiftes voorkomt en ervoor zorgt dus dat de groepen die in nood zitten en die behoefte hebben in aanmerking komen. Een eerlijk proces dus. Wat ik wil benadrukken is dat we, en dan ga ik in op de vraag gesteld door het geacht lid Breeveld, want hij geeft aan dat sedert de vorige minister hier is aangegeven dat er zal worden geautomatiseerd, gedigitaliseerd. Die automatisering is al in proces gezet. Misschien heb ik het niet goed verwoord, mijn verontschuldigingen daarvoor. En consultants zijn bezig om die automatisering. En we verwachten binnen 2 maanden dat in place te hebben, zodat die hele aanvraag, grondaanvraag, transparant wordt en daar niet gesjoemeld kan worden, om het zo uit te drukken. Dus dat is dan een eerste stap die we binnen 1 maand, 2 maanden in place moeten hebben. Het is niet zo dat we vanwege de nieuwe minister weer een start hebben gemaakt. Met betrekking tot de digitalisering, en ik denk dat daar er additioneel capaciteit nodig is, want zolang je niet alle zaken digitaal hebt, ga je een grotere kans hebben waarbij je fouten kan maken en dus sprake kan zijn van dubbele uitgifte. Dus dat proces dat ook reeds is ingezet, moet worden gefinaliseerd, maar met additioneel capaciteit. De snelheid waarmee het nu gebeurt, zal niet maken dat wij die performance gaan halen als ministerie in gronduitgifte die wij willen. Daarnaar wordt gekeken, zal worden gekeken in de komende tijd om op korte termijn additioneel capaciteit te hebben om de digitalisering in orde te hebben, zodat wij onder andere dubbele uitgifte kunnen voorkomen. Want, en dan hebben we in een aantal gevallen de status, ik kijk naar Witboity is genoemd, Winty Y is genoemd, Sunny Point is genoemd, Richelieu is genoemd, andere projecten ook. Ik heb misschien een paar over het hoofd gezien. Dat daar invulling aan wordt gegeven, maar met de snelheid die wij verwachten. En ik ga die twee zaken gaan parallel. Natuurlijk gaan we niet wachten totdat alles is gedigitaliseerd en dan zeggen van nu zijn we ready om beschikkingen uit te delen of af te geven aan zij die aanspraak maken erop. Wij zullen al de achterstanden die er zijn, maar voorzichtigheid is geboden, zodat wij die fouten niet maken. En de vraag is ook hier gesteld, uit die 27.000, hoeveel procent is foutloos gegaan of hoeveel procent, welk deel is zeg maar fout verlopen, als ik het anders wil formuleren. Ik wil u vragen om mij de ruimte te geven om op die vraag in de volgende ronde terug te komen en u gedegen antwoord te geven. Ook
op vragen gesteld door het lid Joggi over perceel-ID, klapperwaarde, overdrachtskosten, hoeveel rechtszaken er zijn, een overzicht daarvan, dat we dat in de volgende ronde, dat ik daarop gedegen en uitgebreid inga. Infrastructuur in het project de Prins Bernhardpolder, daar is inderdaad is het zo dat wij hebben gezien of gemerkt dat die infrastructuur niet is aangepakt zoals dat zou moeten. In samenspraak met minister OW en we hebben al een understanding dat we gezamenlijk naar Nikeri afreizen, onder andere om te kijken naar de projecten die moeten worden aangepakt en dat op korte termijn aanpakken. Bij overdracht van verdelingen en dat die zaken te lang op zich laten wachten en te lang duren op toestemming, wordt er gewacht door de belanghebbenden. Laat mij u aangeven dat ik persoonlijk al langer dan 10 jaar bezig ben met een boedelverdeling, mijn privéboedelverdeling. Dus ik ken de situatie ook. En wij gaan kijken wat we daaraan kunnen verbeteren. Het kan niet zo zijn dat een gezin... Maar goed, er waren wat andere zaken die hebben gespeeld in mijn persoonlijk geval. Maar het kan niet zo zijn dat het zo lang duurt dat je, voordat je toestemming krijgt om een verdeling te hebben. Dus dat heeft ook mijn aandacht in de komende tijd. En ik ken de klappen van de zweep, omdat ik ook zelf erin zit. Er is verder bosbeheer is benadrukt en de potentie door het geacht lid Kensenhuis ook, het lid Joggi, het lid Rusland. Wat gaat er gebeuren om binnen dit ene jaar de potentie beter te benutten? Een uitgebreid antwoord op de resterende vragen die hier gesteld zijn. Ik wil u vragen om mij de ruimte te geven om terug te komen op deze vragen. Ik heb ze allemaal netjes genoteerd in de tweede ronde. Als ik uw toestemming heb, dan zou ik het hierbij willen laten, voorzitter. Anders ga ik hier gedeeltelijk ingaan op de zaken en ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik heb wat meer tijd nodig om in te gaan op de vragen.